Wat is jouw lievelingsboek? De Deur van Magda Sabo. Heb je een lievelingsfilm? Ik denk Lord of the Rings. Heb je een lievelingsgerecht? Als ik in Hongarije ben, Hongaarse goulashsoep. Lievelingsgerecht uit Nederland? Gekookte aardappelen met vlees en groenten. Wat heeft jou toegezet om theologie te gaan studeren? Op de middelbare school wilde ik heel graag geneeskunde doen. Echt vanaf de derde klas heb ik geprobeerd om zo hoog mogelijk gemiddeld te staan, zodat ik ingelood zou worden. Ja. En ik had toen ook het geluk dat ik in één keer was ingelood. En toch viel het in dat jaar echt heel erg tegen. Maar na dat jaar, of eigenlijk al halverwege, heb ik toch het besluit genomen om daarmee te stoppen. En toen ben ik verder gaan kijken. En op een gegeven moment las ik iets over geestelijke verzorging. Ja. In een ziekenhuis of in een andere zorginstelling. En ik vond het geloof altijd al interessant. En op een gegeven moment, nadat ik het open collegeavond had bezocht, heb ik toch maar besloten de stap te wagen en over te stappen naar theologie. Ik denk dat over het algemeen iemand die theologie studeert, dat die zegt dat de studie heel verrijkend is. Zowel in gelovig opzicht, als hoe je naar de wereld kijkt. En het beeld dat je van het christendom hebt en de geschiedenis, hoe het door de eeuwen heen zich heeft ontwikkeld. Hoe religie momenteel in de hedendaagse wereld nog een rol speelt. Daar krijg je veel beter begrip van tijdens de studie. Is het nou ook zo dat je binnen de studie je richtingen kan kiezen? Ja, je hebt in de bachelor, dus dat is in de eerste 3 jaar, al de mogelijkheid om een vrije ruimte op te vullen. Ja. Daarin kun je eigen vakken kiezen, bijvoorbeeld van andere faculteiten, van andere studies. Maar je kunt er ook voor kiezen om je meer te verdiepen in de theologie zelf. Daarbinnen heb je dus ook weer verschillende mogelijkheden. Je kunt een educatieve vrije ruimte kiezen, waardoor je al stage loopt op een middelbare school, dus richting het onderwijs. Je kunt ook meer een kerkelijke minor vrije ruimte kiezen. Of algemeen. Lees je de Bijbel? Thuis heb ik dat nooit gedaan. Nee, eigenlijk pas sinds toen ik met theologie ben begonnen. Ja, ik had helemaal geen Bijbelkennis ook. Hoe kijk jij naar andere religies? Daar sta ik wel open voor. Daar ben ik ook wel geïnteresseerd in. Ja. Heb je respect voor al die andere geloven? Ja. Hoe kijk je naar de toekomst? Ik hoop heel erg door te gaan met theologie, omdat ik tijdens de afgelopen jaren heb gemerkt dat dat echt is wat ik ontzettend leuk vind en waar ik in verder wil. Ja. Maar ook als gelovige zal ik wel werkzaam blijven als vrijwilliger in de kerk, bijvoorbeeld. Dan hoop ik toch een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving.